allemaal? Hé, hey, Suppeltjes. Oh, er staat hier een oud wijf vooraan meteen. Hoe oud bent u, mevrouw? Niet zo oud als jou? Het is niet zo oud als jij, hè, lieverd? Daar ga je al. Zo, hallo, goedenavond allemaal, zeg. Hebben we een beetje zin in allemaal? Iemand al in het spookhuis geweest? Ja, was één? Ben je vriend kwijtgeraakt? Hebben ze hem gehouden? Ja, hier zo, dat lekkere wijf vooraan. Of is dat je vriendinnetje wat je eraan zet? Lekker staat te scharen de hele avond, of niet? Oh. En hier staat, hoe oud ben jij dan? 10. En er staat nog een kleiner hier zo, hoe oud ben jij? 6. Ah. Wel omrot eigenlijk, hè? Het is 16 jaar ouder. Oh, gaat gelijk achter de moeder staan. Oh. Die doet vanavond geen oog meer dicht. Nou jongens, ik heb iets voorbereid. Ik geef jullie een avond die jullie lang niet meer gaan vergeten. Dat kan ik jullie wel beloven. Het wordt een hele spannende, spectaculaire show. Heb je er zin in? Ja. Ja, het wordt echt iets wat je nooit meer gaat vergeten. Ik zie kansen, jongens. Zo, clowntje. Verveel je je? Kijk eens aan, ze kan nog praten ook. Nou, kijk, vervelen. Dat klinkt zo onaardig, hè? Het is kut. Maar goed, nou jij er bent, kan het misschien leuk worden. U. Hè? Nu u er bent. Ik ben geen jij voor jou, clowntje. Ik ben u. Zo, ze heeft nog een grote bek ook. Dit kan zeker leuk worden. Nou, die paperclip in je broek, die mag je daar houden. Ik ben hier om jou te vermaken, maar niet op die manier, clowntje. Mijn naam is Madame Gigi de Sade. Haha, wat een kutnaam. Dat komt lekker van je, daar kan je ook niks aan doen. Weet je wat, ik speel het hele spelletje gewoon even met je mee, omdat ik niet met die mafkees op de foto wil. Is dat een goed idee? Nou, vooruit. Als je braaf bent en onderdanig. Ja, schiet dan maar op, wegwezen. Ga van die troon af, kan ik daar even lekker zitten. Hier word ik natuurlijk niet warm van. Kop dicht. Onderdanen zullen jou vanavond vermaken. Want dat wil je toch zo graag, clowntje? Ga je gang. Jij wil het zo graag warm krijgen. Nou, bereid je dan maar voor op mijn Flames of Chaos.
Oh jongens, we gaan ze heen. We gaan die lekkere wijf heen. Hallo. Hallo. Jongens, help. Hey, spreken ze geen Nederlands? Zijn het weer Polen? Hebben we weer Polen hier gehuurd? Heb je nog een beetje warm gekregen? Nou, warm gekregen? Warm gekregen? Ik bedoel, oké, okay, het waren lekkere wijven, maar een beetje met vuurwapper en je krijgt het nog heter van de winter, Efteling. Maar meneer is nogal veel eisend. Ja, natuurlijk ben ik veel eisend. Ik sta toch met mijn hersens op al die posters hier zo. Hallo, dan kan het net zo goed met die nageboortes hier zo op de foto gaan. Ik ben nog op crematies geweest waar het spannender was dan dit. Zwijg! Oké. Okay. Braaf. Ja. Jij wil graag vermaakt worden? Ja. Nou, let dan maar eens op. Ik heb een man die de vonken van het vuur van het podium zal gaan laten spatten. Als je hier vooraan staat, je staat niet veilig. Maar blijf vooral lekker staan. En geniet van de pijn. Wat zeg je nou? Goed gedaan, Knul? Goed gedaan, Knul? Meen je dat serieus? Er is geen arm af, er is geen been af. Die gast die heeft niet eens een schrammetje. Ik denk dat het enige wat hij verloren is de afgelopen 2 minuten een paar hersencellen is. Weet je wat, als jullie me zoeken, dan zit ik in de kleedkamer met die lekkere wijven van die vuurrek. Dat dacht ik niet, die zijn van mij. Nou, dan kom je er lekker bij. Er is meer dan genoeg Eddie voor iedereen. Ja, dat snap ik. Er is meer dan genoeg Eddie voor al die mensen hier. Dat is omdat je zo vet bent. Een dikke papzak, dat ben je. Jouw poriën staan zo wijd uit elkaar dat je er satéprikkers tussen kunt steken. Zo vet ben je. Dus er is genoeg voor iedereen. Eddie. Maar het is goed. Dan verzinnen we wel weer wat anders. We verzinnen helemaal niks meer. Ik ga iets verzinnen. Het is namelijk tijd voor Eddie's grote finale. En daarvoor heb ik nodig 1 lekker wijf. Dus even kijken. Ja, niet lekker genoeg. Dat is een beetje jammer. Ja, kom jij er maar even bij. Kom lekker naast ome Eddie staan. En wat mondkraagjes en suppeltjes. Is er nou leuker dan 1 lekker wijf? 1 dood lekker wijf. Haha, onthul Eddie's grote finale. In 3, 2, 1, go! En jij gaat helemaal nergens heen, lieverd. Oh nee, maar jij bent eens even staan. Zo, nou wordt het pas echt Halloween. Hier, op de lijn. Kom jij weer eens even staan. Niet zo tegenstribbelen, lieverd. Dan schiet je niks mee op. Zwaai nog maar even naar de mensen thuis. Kom, dan gaan we. Zo, mevrouw Stini, de saté. Zo doen we dat hier bij Halloween. Zo. Gaan we maar even op? Nee, dat is voor een hele andere show.
maakt niet uit. Oh, hier geniet ik zo van. Let je een beetje op, dan zie je saté. Daar gaat ze. Doe je bed nou maar dicht en je oog is op. Want dit wil je niet na kunnen vertellen. Maar zo niet. Let op, dames, voor Eddie's grote finale. In 3, 2, 1, boel de lemmer. Kijk eens wat een poppetje. Nou, zwijmen naar de mensen. Oh nee, dat kan niet meer. Ik had er nog zo gewaarschuwd. Er is maar één echte heerser van de Halloween Fright Nights. En dat ben ik. En jij gaat met mij mee. We gaan even op zoek naar die.